Apeldoorn tot morgen. Ik was een zeekaptein. En in de schip met passagiers dat zou geweldig zijn. Een witte pet stond op mijn hoofd en strepen op mijn jas. Ik stond dan boven op de brug. Dan was ik kaptein Bas. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, ahoy. Dan riep ik, gooi de trossen los met volle kracht vooruit. Ik ging met veerkracht 17 gewoon het zeegat uit. Dan ging ik naar Schiermonnikoog en ook naar Canada. Op maakte ik een verre reis naar Zuid-Amerika. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, ahoy. Maar op een hele slechte dag het stormde ongehoord. Het schip dat liep toen op een rots en ik sloeg overboord. Na 14 dagen op een vlot werd ik nog net gered. Ze hadden niet het vlot gezien, maar wel mijn witte pet. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, ahoy. Ik werd gevonden door een vrouw, de dochter van de sjeik. Daar trouwde ik toen mee en werd gelijk geweldig rijk. En als je op dat eiland komt en rondkijkt, ja, het is heus. Daar lopen 7 prinsjes rond met de rode neus. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, ahoy.